In deze video lijken er twee zaken bij elkaar te komen die we al eerder gezien hebben, namelijk de verlichting en het absolutisme. En dat is ook zo. We gaan kijken naar die verlichting uit de vorige video en we gaan terug naar het vorige tijdvak waar het ging over het absolutisme. In deze video gaan we kijken naar het voortbestaan van het Ancien Regime met pogingen het vorstelijk bestuur op eigen tijdse verlichte wijze vorm te geven. En dat noemen we dus ook wel verlicht absolutisme. Absolutisme had te maken met die vorsten die alle macht in eigen hand wilden houden. We gaan het dus vooral hebben over bestuur, over politiek. Maar we zullen ook zien dat het gaat om sociale verhoudingen binnen een bevolking. En daar slaan die woorden ancien regime op. Kom ik later op terug. Eerst even terug naar de vorige video, die video over de verlichting. Daar zagen we namelijk dat Voltaire dacht dat er een absolute vorst moest zijn die nodig was om het domme volk onder controle te houden. Als het volk zichzelf zou regeren, zou het helemaal misgaan, vond Voltaire. Daarom moest er een sterke, absolute vorst zijn. Maar die vorst moest wel volgens de ideeën van de verlichting regeren. En wat Voltaire hier eigenlijk zegt, is het verlicht absolutisme. Wat is dat dan? Nou ja, een regeringsvorm waarbij de vorst probeert om met verlichte ideeën zijn bestuur te verbeteren, maar wel alle macht zelf blijft houden. En een goed voorbeeld van zo'n verlicht absolute vorst was een goede vriend van Voltaire, namelijk Frederik de Grote, die we hier zien. En hij was de vorst van Pruisen. En Pruisen is het gebied wat ik hier nu even op het kaartje markeer. Het oosten van het Duitse Rijk, een van de belangrijkste staten binnen dat Duitse Rijk. En die Frederik de Grote die heeft een uitspraak gedaan die eigenlijk dat verlicht absolutisme het best weergeeft. Hij wilde namelijk alles voor het volk, maar niets door het volk laten doen. Ik wil het beste doen voor mijn volk, maar ik beslis uiteindelijk. Dat zei Frederik de Grote. Nou, wat voor maatregelen nam hij dan precies? Dan zien we dus een aantal van die ideeën van Voltaire terugkomen. Bijvoorbeeld op godsdienstig gebied komt er verdraagzaamheid. Voltaire die pleitte heel erg voor die religieuze verdraagzaamheid, voor die tolerantie. En dat is ook iets wat Frederik de Grote door gaat voeren. Er zijn geen godsdienstvervolgingen in zijn Pruisen. Op sociaal gebied zorgt hij ervoor dat de armen het goed krijgen, dat iedereen genoeg eten heeft. Hij introduceert de aardappel als volksvoedsel. Het was goedkoop, het voedde heel goed en dat zorgde ervoor dat iedereen het beter kreeg. En ook op andere manieren hield hij zich met de voedselproductie bezig. Als we gaan kijken naar de economie, dan zorgde hij ervoor dat er voldoende landbouwgrond was. En hij liet moerassen droogleggen zodat er nieuwe landbouwgrond zou komen. Op al deze manieren probeerde Frederik de Grote het lot van zijn bevolking te verbeteren. Maar opnieuw, hij besloot dat in zijn eentje. De bevolking had er geen inspraak in. Twee andere voorbeelden van verlichte absolute vorsten uit die 18e eeuw zijn Catharina de Grote, de tsarin van Rusland, en Jozef II van Oostenrijk. En deze drie, Frederik, Catharina en Jozef, dat zijn eigenlijk de drie voorbeelden van zo'n verlichte absolute vorst. En die verlichte absolute vorsten worden ook wel verlichte despoten genoemd, omdat ze dus alles in hun eentje beslisten. Want dat blijft dus nog steeds het geval. De bevolking blijft geen inspraak houden en de standensamenleving zoals die al vanaf de middeleeuwen bestond, die bleef gewoon bestaan. Ook in die rijken van die vorsten die we daarnet zagen. Wat was dat ook alweer, die standensamenleving? Nou, dat was die verdeling van die bevolking in drie standen. De eerste stand de geestelijkheid, de tweede stand de adel en de derde stand de boeren en de burgers in de steden. En iedere stand had bepaalde rechten en bepaalde plichten. En nou gold het zo dat de rechten vooral bij de geestelijkheid en de adel leken te liggen en de boeren en de burgers het gevoel hadden dat ze vooral alleen maar plichten hadden. Maar daar konden ze zelf heel weinig aan doen. Dat was al eeuwen zo geregeld en ik vergelijk zo'n standensamenleving dan ook altijd met vissenkommen. Hier komen ze. En je ziet dat in die linkerkom dat er maar één grote vis in zit. Daar zitten dus heel weinig vissen zwemmen erin rond, maar die zijn wel groot, dus die hebben wel wat te zeggen. Voor die adel geldt dat net zo, dat zijn ook grote vissen. En dan die derde kom, de kom van de boeren en de burgers. Ja, daar zitten heel veel kleine visjes in, om aan te geven dat ze eigenlijk nauwelijks inspraak hebben, nauwelijks rechten hebben. En waarom nou die vissen komen, waarom niet iets anders? Nou ja, een vis kan niet uit zijn kom, die kan niet besluiten om van de ene kom naar de andere kom te gaan. En hetzelfde geldt voor zo'n standensamenleving. Als je in een bepaalde stand geboren was of je ouders in een bepaalde stand geboren waren, dan groeide je automatisch ook in die stand op. Dan behoorde jij ook tot die stand. En van de ene kom naar de andere kom toe gaan, dat was dus niet mogelijk. Zoiets noemen we sociale mobiliteit. Het was niet mogelijk om van stand naar stand te gaan. Nee, je bleef in je eigen stand.
En één prent uit het einde van de 18e eeuw die dat bijzonder duidelijk maakt, is deze prent die in Frankrijk heel veel verspreid werd. We zien daar een boer die symbool staat voor de derde stand. Hij is gebukt en hij heeft op zijn rug draagt hij een geestelijke en een edelman. En dat staat symbool voor die derde stand die eigenlijk letterlijk dus in dit geval gebukt ging onder alle plichten die ze moesten vervullen voor die eerste en die tweede stand die alleen maar rechten hadden. En dit is dus een Franse prent. En die Franse standensamenleving die werd ook wel het Ancien Régime genoemd. De oude orde. De orde van voor de Franse revolutie uit 1789. Dan komt er namelijk een einde aan die standensamenleving in Frankrijk. Maar daar gaan we in de volgende video's naar kijken.